We zijn in Rotterdam. Een stad waar we jarenlang gewoond hebben. We zijn even terug omdat we morgen heel vroeg vliegen naar Alicante in Spanje voor de tapas en de wijn. We gaan lekker een weekje weg. Maar omdat het heel vroeg is dat we vliegen, slapen we vannacht in dat mooie hotel. Maar eerst een stukje eten. We zijn in Kralingen in Rotterdam, waar we jarenlang gewoond hebben. En we zijn bij ons favoriete restaurant In den Rust, wat waar we al 2 jaar niet gegeten hebben. Omdat ja, als we in Rotterdam zijn, zijn we of uitgenodigd door familie of door de buurtjes. En dan komt het er niet van. We hadden beloofd dat we terugkwamen en we zijn er. Het ziet er toch prachtig uit, hè? Creatie van Marcel van Zomeren, dat is de chef van In den Rust. Wat wel een beetje gemist dit. Ga eens even proeven. Heerlijk. We zijn inmiddels in Alicante aangekomen. We zijn klaar voor de tapas, we zijn klaar voor de witte wijn, we zijn klaar voor de boulevard, we zijn klaar voor het strand. Kortom, we zijn klaar voor 5 dagen Spanje. Ik geloof het niet, maar ik ben op weg naar de sportschool. Nou is dit een nogal ruim hotel, dus de gang in. Wat een afstand. Ik vind het eigenlijk wel genoeg zo. Hier ben ik in mijn Floortje Dessing imitatie, al mis ik dan nog steeds wel een beetje haar. 6.600.000 tegeltjes op deze boulevard die dwars door Alicante loopt, zijn van die feitjes waar je eigenlijk niks aan hebt. Ik zeg ze toch even. Twee zoetjes uiteraard tegen de klok in gewerveld met de juiste slag. Lekker cappuccino weer aan uw kant. Even een update voor het haar. Ik heb een petje op, dat draag ik normaal nooit, want ik vind het altijd vreselijk warm. Maar de nieuwe haartjes mogen nog niet in de zon. Die moeten even rustig wennen aan een nieuwe plaatsje op mijn hoofd. Vandaar dat er een petje op zit. Maar het gaat goed. Genezing verloopt voorspoedig en de jeuk is ook al bijna weg. De mensen die daarin geïnteresseerd mochten zijn. Resultaten van de transplantatie tot nu toe heel goed. Wat een manier om de dag te beginnen. We zijn nog steeds in het Melia Hotel in Alicante. Dag 2 zijn we. En ik ben een beetje prikkelbaar vandaag, want we gaan straks rijden. Een tochtje maken in de auto en dat is een Renault Cactus. Dat was slecht gegaan. Maar eerst voordat we weggaan een ontbijt wat ik thuis nooit zou doen. Want het is veel te vet allemaal met worstjes en met spek. Maar op vakantie wacht. We zijn op ons eerste stopje, Villa Jotha, aan de Costa Blanca en dit is de cactus. Slechte grappen, ga maar door. Ik voel George Baker aankomen met Una Paloma Blanca, geloof ik. Zo is het genoeg in verband met de rechten. We zijn de bergen uit. De vlog had eindelijk een bepaald niveau bereikt, maar we zijn nu weer op zeeniveau. Het is bloedheet, de wolken zijn ook weg en we zijn bij de Cala Blanca, de blanke rots. Even een kleine pauze in de best verborgen bar van Spanje, denk ik. We zijn door een heel mooi wijkje naar beneden gereden en hier is echt helemaal niks, alleen maar stenen.
en dit baardje. En uiteraard witte wijn. Naar beneden waren we net voor het wijntje en het biertje. We staan inmiddels op de Cap de Negra. En de hele Costa Blanca hier in Spanje is bezaaid met dit soort prachtige miradors, zoals ze dat hier noemen. Echt een aanrader, ga een keertje naar Alicante en maak tochtjes in de buurt. Het kost eigenlijk heel weinig met de maatschappij die hier naartoe vliegt. Je zit wel 2 uur dubbel gevouwen, maar dat heb je er dan maar voor over. Maar als je hier bent, het is heerlijk eten met de tapas. En het zijn prachtige uitstapjes die je kan maken. Het zit heerlijk aan de tonijn met de wasabi. We zijn weer terug van het autoritje. We zijn in Taverna in Alicante. Het is heerlijk eten hier. Een beetje bijkomen van de klap van vandaag van Brett en Angela. Plekje geven. Maar ik ga aan de steek. Komt alles weer goed. Na een heerlijke week in Alicante op de Aeropuerto, een mooie plek voor de vraag van deze week. Die gaat over mijn haar. De hele vorige vlog ging erover, over de transplantatie. Hoe is het nu met je Jan? Vragen mensen, sympathiek als ze zijn, op Twitter. Nou, het gaat heel goed. De voorkant begint aardig te genezen. De haartjes zijn zich aan het vastzetten en de korstjes zijn weg. De achterkant is een beetje kaal, want daar hebben ze de haartjes vandaan gehaald. Is binnen een paar weken weer in orde. Dan gaan alle haartjes weer aangroeien en dan zie je er helemaal niks meer van. Mocht je ook een vraag hebben, Twitter, @JanDeHoop. Tot volgende week.